In deze video helpen we je met de eerste instellingen in je account en het koppelen aan jouw zorgorganisatie. Klik op QLI instellen. Je kunt kiezen of je het account instelt voor jezelf, als verzorger of als zorgprofessional. Ben je cliënt? Kies dan voor mijzelf. Vervolgens kun je aanvinken of je bij een zorginstelling zit. Is dit niet zo, dan klik je op nee. Is dit wel zo, dan selecteer je de juiste zorginstelling. Wij kiezen in dit voorbeeld voor de Amarant groep. Klik op naar je startpagina. Je hebt nu je eerste instellingen gedaan. Rechtsonder in je scherm zie je een bericht dat je helpt om nog meer instellingen te regelen. Klik op ja. Kies hoe je wil dat anderen jouw account zien in QLI. Je kunt kiezen voor een poppetje, maar we vinden het prettiger als je een foto van jezelf toevoegt. Klik op de camera. Ga naar Mijn afbeeldingen en selecteer jouw foto. Klik op Openen. En klik vervolgens op Dit is hem om je instelling op te slaan. Je ziet nu boven in beeld dat jouw foto is toegevoegd. Je account ziet er al goed uit. QLI kan je nog helpen met het vinden van extra onderdelen. Klik op ja om deze optie te bekijken. Hier zie je welke onderdelen je kunt toevoegen aan jouw account. We laten deze onderdelen even aan je zien. Maar gaan ze nu niet toevoegen. Dit kun je terugvinden in de video's over deze functionaliteiten. Wat belangrijk is als medewerker van een zorgorganisatie of als cliënt, is dat jij je koppelt aan deze organisatie. Om dit te doen, klik je op Menu. Ga vervolgens naar Mijn zorgorganisaties. Je ziet hier de optie om een nieuwe verbinding te maken als cliënt of om een nieuwe verbinding te maken als professional. De stappen die je hierna zet zijn bijna gelijk. In dit voorbeeld laten wij zien hoe je een nieuwe verbinding maakt als cliënt. Vul je voornaam en je achternaam in. Selecteer je organisatie. Wij kiezen in dit voorbeeld voor de Amarant groep. Selecteer je geslacht en je geboortedatum. Je kenmerk en het cliënt-ID hoef je niet in te vullen. Klik op opslaan. Je verzoek is verzonden. Klik op OK. Er is nu een mail verstuurd naar de zorgorganisatie om jou te verbinden. Pas als het verzoek is geaccepteerd, zie je dat terug bij Mijn zorgorganisaties. Je hebt nu de belangrijkste instellingen en je koppeling gedaan. Bedankt voor het kijken.